Voor de meeste mensen is het kerstdiner niet compleet zonder een goed stuk vlees. Een klassieke roulade, een groot stuk wild of een luxe côte de bœuf. De keuze is groot, maar er zijn ook van die delen die misschien niet voor de hand liggen. Nou, Joël, jij bent echt een vleeskenner en je gaat prat op van kop tot staart. Ja. Ik herken dat, maar waarom vind je dat zo belangrijk? Nou, omdat we veel te veel vlees eten. Mm-hmm. Veel te veel vlees. En daar moeten we heel dringend wat aan doen. En dat weet eigenlijk iedereen tegenwoordig wel. En dat zijn allerlei redenen. Milieu, de opwarming van de aarde, de dieren zelf, waar het vaak niet zo heel best mee gesteld is. Alleen het is heel moeilijk. Ik vind het ook heel moeilijk. Ja. Omdat het zo in je systeem zit en ja, god, wat moet je dan? En weet ik veel. En toen denk ik, waarom is het nou zo lastig om daar iets aan te doen? En het is eigenlijk omdat vlees voor heel veel mensen eigenlijk niet meer is dan een afbakbroodje. Ligt in de supermarkt, in een plasticje ergens. Je moet er nog wel thuis even iets mee doen, weet je, in de pan. Maar eigenlijk hoef je er niet over na te denken. Ja, je bent ook de connectie kwijt met dat het een dier is. Kijk, en daar gaat het om. En is dus dat als je dan van kop tot staart gaat eten, dan eet je dus ook de kop en ook de staart en die vier poten die eraan zitten. En dan moet je er onherroepelijk over nadenken dat je een beest aan het eten bent. En dan heb je dus al een stap gezet. Ja, ik vind het heerlijk wat je hier op tafel hebt neergezet. En dat is dan vervolgens het leuke. Want nu klinkt het alleen maar als van tut, minder vlees eten, goed over nadenken, bewust. Ja. Dit en dat. Maar het grap is, het is veel lekkerder. Ja, want wat veel mensen niet doorhebben, is dat wat je in de supermarkt koopt, dat is kipfilet en biefstuk. En dat zijn nou precies de twee stukken vlees waar het minste smaak aan zit. Ja, want er zit eigenlijk bijna geen vet in. En vet is smaak, maar ook de structuur mist een beetje. Het zijn hele luie spieren. Je hebt zeg maar twee soorten spieren in een beest. Ook bij ons eigenlijk. Spieren die bedoeld zijn om heel kort even zo iets te doen. En spieren die heel lang hard werk moeten doen. Ja, dat is bij mij mijn hele lichaam, hoor. Dat klopt. Ja, maar dan ben jij waarschijnlijk heel blank. Ja. Nee, want de grap is dat zeg maar spieren die hard gewerkt hebben, die zijn veel donkerder van kleur. Rooier of met een kip heb je de dijen zijn donkerder van kleur dan de filets. Want de kip vliegt niet, die doet helemaal niks met die borstspieren. Maar loopt wel de hele dag, dus dan zie je al dat. En dat kleurverschil, er zit een verschil in de chemische samenstelling van die spieren. En dit betekent ook dat ze veel meer smaak hebben. Mm-hmm. Ze zijn veel lekkerder. Alleen nou is het probleem dat die werkende spieren vaak zoveel kracht moeten leveren. Dus alles wat aan de voorkant van de koe zit, moet de hele dag die kop omhoog houden. Naar beneden, hoog, kauwen, eten, dit, dat. Dus dat is heel zwaar werk. Dus die moeten heel sterk en stevig zijn. Dus daar zit heel veel bindweefsel in. En daarom kun je dus bijvoorbeeld eigenlijk zo goed als alles wat van de voorkant van een koe komt op een paar kleine dingen na niet bakken als biefstuk. Die moet je stoven, zoals een sucadelap of een riplap. Of dat, omdat je de tijd moet geven voor dat bindweefsel om langzaam weg te smelten, dit en dat. En dan wordt hij heel zacht. Dan kun je hem eten. En heel lekker. Ja, maar dat, dus je moet de tijd hebben. En dat is wat je hier natuurlijk op tafel hebt liggen. Ja. Het meeste waar je tijd in moet steken. Want tong, ik vind het heerlijk, maar je moet hem wel even gewoon in een badje met zout. Precies, maar nou heb ik hier ook iets anders liggen, namelijk de longhaas. Ja. Of vind omelet. Ik het lekkerste stuk. Dat ja, zie je Jannie, steeds. Ik vind het lekkerder dan biefstuk. Dat ja, absoluut. Nou ja, weet je wat dus de grap is hiervan? Ja. Een koe moet ademen. De hele dag. Ja. Anders gaat hij dood. Deze spier, dat noemen ze de longhaas, is een V-vormige spier. Die zit vast aan de longen. En wat dat ding doet, is die longen zorgen dat die heen en weer bewegen. Zodat die zich vullen met lucht. En weer uitademen, inademen, uitademen. Dat gaat dus de hele tijd door. Alleen omdat een long gevuld is met lucht, weegt het helemaal niets. Dus relatief gezien, voor een hardwerkende spier heeft hij heel weinig versteviging nodig. Daarom is deze, je ziet wel dat die vezeltjes allemaal zo mooi zo in bundels liggen. Ja, schitterend. Dat is niet zo mals als een biefstukje. Maar omdat hij dus heel weinig bindweefsel heeft, kun je hem wel bakken als biefstuk. Dus heb je én smaak aan je vlees en je kan hem bakken als biefstuk. Ja, maar goed, easy does dat it. Kan de vakkenvuller je niet vertellen. Nee, je moet uiteindelijk wel naar je slager gaan, toch, Wim? Want jij komt uit een slagersfamilie. Ja. Ik stond echt al als 8-jarige mee advies te geven achter de koeltoonbank. Ja? Dus ik kon daar nog heel veel van mijn vader ook, die echt klanten adviseert, omdat je dan ook heel goed weet als slager, geef dit mee en laat mensen dat verknoeien. Als je niet, er moet een gebruikshandleiding bij. Ja. Je moet een tong, die is pas lekker als die 3 uur kookt. Ja. Sorry, afhankelijk van de tong.
En dan eigenlijk heb je dan meestal nog het oog van de meester nodig, want de ene tong is de andere niet. En daar heb je een slager voor nodig, denk ik. Ja, ja of wat, waar ik mee ben opgegroeid, of met ouders die... mijn ouders die konden in de begin jaren 70 nog geen halalvlees krijgen. Dus er werd gewoon legaal in die tijd nog in de achtertuin geslacht. Ja. En dan leer je dus ook zo'n beetje van het begin tot het eind. Ja. En dan weet je dus ook gewoon wat goed vlees is. Dat sommige delen moet je laten rusten. Darmen en maag, dan kun je direct de eerste dag al eten. De rest van het vlees moet je laten rusten. En ook gewoon dat snijden van vlees en dat het een beestje is, dat leer je dus ook al van jongs af aan. Maar daarna, ik kan nooit naar een stuk vlees kijken alsof het iets is van plastic. Nee. Voor mij is het echt altijd een dier wat geleefd heeft. Hieraan kun je dus, dit tong is een heel mooi voorbeeld van wat we allemaal niet goed doen aan vlees eten. Ten eerste, mensen vinden dit vervelend om naar te kijken. Klopt, omdat het doet je herinneren aan wat het ooit is geweest. Het ziet er precies hetzelfde uit als jouw tong. En inderdaad, je kan er niet omheen dat dit ooit een tong geheer. En heeft ook zo... Dat koetje je zo precies, wat je zelf ook hebt. Maar ik denk dus, kijk ernaar. Anders moet je geen vlees eten. Als je dit vervelend vindt, moet je gewoon geen vlees meer eten. Nee, ben ik een beetje eens. Maar kijk, zo'n tong moet je inderdaad 3 uur opzetten. Maar als je dit eenmaal 3 uur hebt opgezet en je hebt dat vel er zo netjes afgepeld en je snijdt het in hele mooie dunne plakken, dat zit een smaak aan. Ja. Dat is onvergelijkbaar. Dat is zo lekker. En dan kom ik tot mijn punt. Als je dat eenmaal geproefd hebt, dan ga je liever wachten totdat je op zaterdag tijd hebt om dit rustig op te zetten en lekker te eten. En als je op donderdagmiddag in de supermarkt staat of om 6:30 s'avonds, je hebt geen tijd, dat je dan begrijpt, ik kan net zo goed tofu door de nasi flikkeren als kipfilet. Het smaakt toch allebei naar niks. Nou ja, mocht je daar thuis zitten en denk je, weet je wat, ik ga gewoon de uitdaging aan. Ik heb het recept in mijn kookboek staan. We zullen zorgen dat het op de website komt van 24 Kitchen. Dan kan je aan de slag ermee. Hoe zou je nou een gourmetschotel kunnen maken met dit soort delen die je niet zo vaak tegenkomt in de supermarkt? Of die mensen orgaanvlees. Ja, kippenleven. Maar zeker, echt zo simpel. Die longhaas is natuurlijk verrukkelijk. Ja, en als je deze van tevoren gemaakt hebt en in wat ietsje dikkere plakken snijdt, dan is het ook nog lekker op zo'n steengril even aanbakken. Dat is hartstikke lekker.